Okay, people, let's go to work. Hallo mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuw deel van Alan Wake. En we waren vorige keer geëindigd bij ons huisje. Want zonder sleutels, dus ik ben benieuwd hoe we binnenkomen. Maar dit is mijn vriendin. Lelijk. En die man die tussendoor praat is een man die Alan Wake speelt. En vogeltjes, ga weg! Mijn huis. Lelijke beesten. Raven, geloof ik. En dit is ons vakantiehuisje. Gewoon helemaal weggraven! Weg! Ons mooie huisje. Jongens, rot is op jongens. Dit is jullie plek niet. Opzouten. En Birdleg Cabin. Birdleg Cabin? Die vogels horen hier dus. Leuk hoor, schat. Je hebt weer lekker wat geregeld. Ik zeg nog, ik betaal die vakantie. Maar dan bepaal ik ook waar we naartoe gaan. Maar nee hoor, mevrouw moet het allemaal bij mezelf gaan zitten. Oké. Ik ga niet klagen meer. Als jij dat ook niet doet. Deal. We hebben een deal, hoop ik. Schat, jij hebt de sleutels bij, hè? Ja, negeer me maar. Ik zeg al niks meer. Mooie tonnen, jongens. Prachtige tonnen. Go into the cabin. Ja, dat gaat niet, want we hebben geen sleutels. Let's take a look inside. Hoe? Hoe komt hij aan de sleutel? It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? O jee, wat een lelijk raar huis. Oké. We moeten eens even uitvinden. Zit dan weer een vogel opzouten? Hallo? Anyone here? Wat is dit? Een radio? Turn on. Weg. Mooi hè, dat water jongens. Kijk hier ook, prachtig. Nou, we gaan weer verder. Dit spel komt uit 2008. Ik had hem gekocht toen hij gelijk uitkwam. Want ik wachtte er echt heel lang op deze game. Je zag de eerste screenshots en iedereen was gelijk van... Oh my god. Wat, dit is gewoon niet normaal zo'n game voor die tijd toen ook. Prachtig. Echt schitterend. En het was een beetje een hype geworden. Rondom Alan Wake. En dat is eigenlijk een beetje verminderd nadat de game een beetje... De game was goed verkocht, maar ja, het kon beter, zeg maar. Een soort van... Oh, what the fuck was dat, joh? Een soort herinnering. What the hell? Vogel, opgezette vogel. Er had een fusebox of een generator somewhere op de island. Dit is ons bed. Oké, ik slaap sowieso aan deze kant. Maakt me niet uit wat ze gaat doen, maar als ik niet aan die kant slaap, dan komt het niet goed. Wat hebben we hier meer? We hebben een kastje en we hebben een kalender. 1970? Die hangt er al een tijdje. Of de game moet zich afspelen in 1970, maar daar weet ik even tot nu toe niks van. Oké, waar hebben we nog niet gekeken? We hebben toch overal gekeken? Wat is X? Wat kunnen we... Wat konden we net doen? Oh. Ja, dat lijstje, maar... Ja, er gebeurt niks veel. Oké, waar kunnen we heen? We kunnen daar niet heen. Even zoeken, jongens. Want we moeten niet vastzitten natuurlijk, hè. Hier zo. Hier was ook niks. Ik denk dat we maar weer naar beneden gaan dan. Hier is niks te zoeken. Hebben ze geen kelder? Ja, die valt er op slot. Nou, dat gaat goed, jongens. Oh, oké. Bedankt dat je daar nu mee komt. Dat je me eerst even heel het huis laat doorzoeken. En dat we hier naartoe moeten. Hier leidt de kabel naartoe. Dus dan moet dit open kunnen. Even kijken, waar zit er een deur? Wat een oud gebouw, joh. Ik geloof dat hier een deur zit. Ja. Generator had been connected to the power cable. De turbilight, prestatie ontgrendeld. Oké. We hebben nu licht... Een power generator, dat is heel al jaren 70, ja. Oké,
I'll look around a bit. The island sure had once been the site for a love story. Maybe it would be that. Okay. We gaan even kijken op het eiland. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Oh, zonnetje jongens, moet je kijken. Prachtig. Ik zie aan Alan, hij is moe. Hij is moe. Return to Alice. Nou, dan gaan we eens even naar Alice toe. Alice, who the fuck is Alice? Ga nou eens weg jongens, stinkbeesten. Oké, we gaan eens even lekker binnen kijken, want Alice heeft waarschijnlijk een lekker brakje voor me gekookt, hoop ik. Schat, waar is het eten? Alice? Honey? Waar zit mijn meisje? Oh. Oeh, verrassing. Dan zit ze waarschijnlijk in de slaapkamer. Alice. Well, hello there. Zo. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Dat is jammer. Jij bent niet mijn surprise? Nou, dan gaan we eens even kijken in de study. Wat is er voor surprise? Surprise. Oh. Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn, Alice, you, everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? I don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Wat een chagrijntje. Die Hathaway, die kan niks hebben. Ook al begrijp ik hem wel als... Ja, ik begrijp hem wel een beetje. Damn it. Alice? Alice? No, no, no! Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alan! Alan! Where are you? Help! Oh! It's all right. I'm coming. Zie die rotvogels op zout, jongens. Oeh! Oké, rennen. From one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Okay, we zitten nou een beetje in een vervelende situatie, dat mag ik je wel zeggen. Er is wat met Alice gebeurd. Ik weet niet wat. Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Oké, die auto staat hier flink raar geparkeerd. Althans, die rolt bijna naar beneden, geloof ik. Oké, daar kunnen we niet heen. Oké, we zitten echt in een hele vervelende positie, want ik kan... Waar is ons huis? Oh. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Volg me, dat kleine stukje. Ik hoef alleen maar naar beneden en ik ben de rotvogel. Damn. Oeh. Dat was de BMW. Reach the gas station.
Oké. Het is nog niet helemaal duidelijk wat er allemaal is gebeurd. Het is een beetje verwarrend voor jullie kijkers en voor mij ook heel erg. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Hallo? Moet in ieder geval... Het licht weer, jongens. We zitten nu in een droom. Waarschijnlijk wel. Dit is dan waarschijnlijk weer een droom. Hallo? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Okay, creepy. Hij vindt dus pagina's die hij zelf heeft geschreven. Oké, okay. Seems logic. Reach the... Anybody there? Please, I've been in an accident. Oké, okay, what the fuck was dat? Was dat een geest of zo? Oké, okay, ik volg op pad maar. Reach the gas station. Ik denk dat we bijna bij de gas station zijn. Kijk. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. Okay, we gaan via dit soort van. Hey, wat ligt daar? Oh, niks bijzonders. We kunnen hierin. Een soort van houthakkersplekje. Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey, hey you! Phil, there's been an accident. I need help. Deposit. Listen, I need to... Premium cabins for rent in... Nightfall! Oh, hell. Carl Stuckey. Pleased to meet you. Non-refundable reservation. Deposit required. Fair and square. And square. Okay, this thing ain't cool. Oh, een beker, beker. Koffie, koffie oppakken, koffie oppakken. Koffie oppakken. Ja. Oké, we hebben sowieso de koffie. Dus dat maakt niet meer uit. Komt het sowieso goed. Oh, manuscript. Woe! Daar, het licht moeten we heen. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stuckey would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Kijk, dat helpt. En een zaklampje. Sowieso, die twee dingen heb je nodig. En dan kom je er gewoon vanaf. Dat weet hij ook wel, stiekem. During your trying, it's the latest. Waar zit die roze, joh? In... Use the phone. Yes. Proven? Rightfall Sheriff Station. Hello? Oh my god, heeft die kabel nog geknipt. And keep those cholesterol. Oh shit, oh shit. Oh, dit ziet er niet goed uit, jongens. Oh, ik moet naar buiten, denk ik. Als het kan. Ja, dat was nodig. Oh, fuck. Oh, dit is echt creepy, joh. Ik denk dat we hier door het hek moeten. Oh, die gaat gewoon vanzelf open. Dank u wel, hek. En daar komt hij, jongens. Twee zelfs. Hebben we nog meer wapens? Nee, we hebben alleen de pistool van eerst. Laten we eerst die schieten zo. En dan de volgende. Oh! Schrok mijn dood. Ja! Oké, okay, die is dood. With the concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range. And now I just killed someone.
or something. There were no bodies. They just staat wat op. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Flare gun. Kijk, die hebben we nodig. We hebben weer een flare gun. Someone had hidden a chest of supplies near it. Hebben we nog meer supplies? Hij zei het ook van nearby there are supplies. Ja, ik zie die. Kijk, dat is zeg maar als je ergens op schijnt en je ziet zo'n pijltje staan. Dat betekent dat, dat je daar naartoe moet voor een spul. Even kijken, wat is dit? Dit is voor mij ook wel relaxed, want dan kan je voor mij licht opwekken. Kijk. Kijk, bam. En daar moet ik naartoe. Kijk. Kom er wel uit. Hoppakee. Ik weet niet wat het deed, maar. The forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Oké, daar komt onze grote vriend. Maakt niet uit, het is er maar één, jongens. Oh! Oké, dat is creepy. Ze gooien ook met hakbijlen nu. Is die. Oh, wat zonde, jongens. Oh, wat stom. Ik had mijn flaggen nog geselecteerd. Oh, wat stom. Wat is daar? Even kijken hoor. Een manuscript page. Kijk, die moeten we verzamelen. Want dat hoort bij mij. Ik weet ook niet waarom dat allemaal verspreid ligt hier in het bos. Ik ben hier nooit, nooit geweest. Au. What the hell was that? I don't know. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Oké, ik moet heel goed uitkijken dat ik hier niet struikel. Oh, het is wel een vrij groot boomstam, dus ik zal niet te snel vallen. Mooi. Rotsen, kan ik daarop? Nee, daar moet ik voor mij niet heen. Kijk hoor. Daar zou ik niet heen gaan. Oh, dit is wel even uitzoeken, jongens, waar we heen moeten. Hierheen misschien? Oh, en een koffiethermostaat. Dat is even fijn, dat is een secret. Help eens mee jongens, waar moeten we heen? Ik denk dat we toch via die stenen moeten bovenin. Hier zo. Oké, dat ga ik niet doen. Moment. Ja, zo moet het goed komen. Het is ook een beetje puzzelen, de game. Ik hoor iets. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Voor me heen kijken, want ik hoorde net stemmen. Oh, dat is echt creepy, joh. Oké, waar kunnen we heen? Hé, daar is dat huis van wat naar beneden donderde. Oké. En wat is daar? Een lichtgevend. Voor mij is daar een manuscript. Oké, nou, die gaan we maar niet pakken, want dat kost veel tijd. En moeite. En we zijn lui. Via de stenen kunnen we verder. Checkpoint weer. Zo. Nice. Wat een tactiek hier, jongens. Komt goed. Wat ligt hier beneden? Het is rood. Proceed at work. Klinkt spannend. Oh wow, weer zo'n boom. Hoe noem je zo'n ding? Zo'n houtzagerij of zo. Hey, en een pijl. Dat, jullie weten wat dat betekent. Dan moeten we hier omhoog. Kunnen we klimmen? Ja, met B. En nu? Ik denk via hier. Ja, de pijl zie ik al. Hier moet... Ja, hier is het. Kijk. Een flare gun misschien? Lithium batteries. En wat zat er nog meer in? Nog meer. Oké, wel extra batterijen. Dat is altijd netjes, want die hebben we nodig voor die geesten. Dat is toch een soort bescherming voor ons, hoor, die batterijen.
Ik vind het ook een beetje cliché hoor. Dat is dan Alan Wake, weet je wel, van awake, ontwaak, weet je wel. Dat heeft wel een beetje te maken met dromen en slaap. Misschien wel een beetje cliché. Kunnen we hier binnen? Shit. En daar is een auto. Een politieauto. Leek het op. En hier een grote truck. Kunnen we die bedienen? Ook niet. Die staat gewoon klem. Dat we daar niet heen mogen van het level designers. Hier zijn we nog niet geweest. Ik denk dat we dit pad moeten afvolgen. En Alan Wake is moe. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Oké, natuurlijk is die trap kapot. Dus we gaan nu een andere manier zoeken om erop te komen. En kijk eens jongens. Nog allemaal meer ammunitie en oké, beter. Dat betekent dat het hier erger wordt. En wat hebben we hier? There was no power. Oh, was bound to be a generator geen somewhere power. Site. Geen stroom hier. Nee, natuurlijk niet. De hele game speelt zich af in het donker. Creepy hoor, deze plek. Ik weet niet wat daar staat. Oké, let op wat ik ga doen, let op. Oh, dat gaat niet lukken, nee. Oh, shit. Er komen te veel op me af. Zo. Dan ga ik deze snel starten. Die had ik eigenlijk eerder al moeten starten. Maar dat, ik kreeg de tijd niet voor. Ik werd al door die gasten gespot. Maar dit, als het goed is, gaat nu het licht aan. Oh, alleen daar zo. Dat is jammer. Hier kunnen we naar binnen, jongens. Hey, en de manuscript. Terwijl er wel één. Hey, was die deur net. Oh, die gaat automatisch dicht. Ik dacht al. Vind je het zo creepy als een deur ineens dicht gaat zonder dat je het weet of zonder dat je hem dicht hebt gedaan bij jezelf? En ik zie een koffietje staan daar in de verte. Zie je het? We gaan die even oppakken. Pick up coffee thermos. Yes. Nu kunnen we dit openen. Ik weet niet wat dit. Oh, die power, die stroom. Nu krijgen we stroom. Oh, ja, ik moet dat ding. Ja, ik snap hem. Kijk. Dit zal niet zo moeilijk zijn. Ik zou hem hier doen. Zeg mijn gevoel. En nu moeten we hier opklimmen op een of andere manier. Via een ladder. Hadden wij die ladder nog. We hadden toch een ladder gezien? Met die pijl erop. Even kijken. Waar konden we erop? Weet iemand? Oh ja, hier zo. Kijk, en nu komen we. Leuk gedaan zo, puzzeltje. We komen er wel uit. Oh, dat klonk echt niet stevig, zeg maar. Checkpoint reached. Nou, dat betekent, we gaan de volgende keer verder met dit spel, Alan Wake. Ik hoop dat jullie een leuke serie vinden. Het is een heel vet verhaal. Het is een groot verhaal, dus bereid je maar voor op hele vette dingen die eraan gebeuren. En ook nog iets speciaals. Maar dat ga ik nog helemaal niet verklappen. Blijf kijken en tot de volgende keer met Alan Wake. Doei doei!